Gert-Jan van Gruylijk, woordvoerder van Jaco Vuurwerk. Gisteravond overvallen. Hoe hoorde u het? Ik werd gebeld door een van onze medewerkers. En die riep van je wordt overvallen door de telefoon. En die dacht dat ik nog aanwezig was binnen het bedrijf. Maar gezien het feit dat er vrij veel mensen waren en ik dacht van ik neem toch een beetje mijn rust voor de drukke dagen die nog komen, was ik al onderweg of thuis. En ja, daarna ben ik dus direct hierheen gegaan. Wat trof je aan? Verdriet, ellende, wanhoop, agressie, noem het maar op. Het meest vervelende wat je je kunt voorstellen. Vergeet niet dat, behalve dat het mijn zwager is, waren er ook een aantal personeelsleden aanwezig die gewoon de overval duidelijk hebben meegemaakt. En ja, dat betreuren wij. Dat vinden wij het ergste wat er is. Deze mensen die werken al vele jaren bij ons. We werken met een hele hechte club, 40 man. En daar merk je gewoon dat heeft zoveel impact op je. Dat is niet te geloven. Het is echt een soort familie, hè? Als ik hier binnen kijk, het lijkt op een soort familie. Ja, dat kun je zeker wel stellen, ja. Ja. Jaco Vuurwerk en Jaco zelf dan heeft er altijd heel veel aan gedaan om sociaal en loyaal naar elkaar toe betrokken te zijn. En daar heeft hij echt veel tijd, energie aan gegeven. En ja, het is één grote familie. En dan dit. En dan dit, ja. Ja. Het is een dieptepunt in de 27 jaar dat ik Jaco ondersteun. En uiteraard ook bij mijn zwager. Het is een drama. Hoe nu verder? Ja, hoe nu verder? Dat is iets wat je natuurlijk met elkaar gaat bespreken. Ga je over nadenken. Gelukkig hebben we daar ook, doordat we al zo lang met mensen samenwerken, hebben we goed overleg gehad. En we hebben besloten om in ieder geval wel morgen open te gaan. Wat er ook gebeurt. Wij vinden dat onze vaste relaties hier niet de dupe van mogen worden. En we willen ook laten zien dat, ja, klinkt een beetje als cliché, maar we zullen dit niet tolereren. We laten ons niet uit het veld slaan door een paar van die mensen. Maar dat personeel, ik neem aan dat jullie bij elkaar komen? Ja, wij hebben, als het goed is, vanmiddag om 4 uur een bijeenkomst. Hebben we besloten om dat te doen, in ieder geval met het personeel. Daarin willen wij duidelijk aangeven wat wij ook, dat wij ze 100% zullen ondersteunen. Ook in deze tijden. En wij zullen er naar streven om morgen de klanten niet te dupe te laten worden. Maar wij zullen ook zeker ons personeel de maximale gelegenheid geven om bij elkaar te komen, om erover te praten. Ik denk dat dat ook moet. Ja, ik denk dat dat een van de minste dingen is die je kunt doen. En wij zullen hun ook duidelijke steuntje in de rug geven. Wij gaan ervoor. Met z'n allen om dit tot een goed eind te maken. En gelukkig kunnen we stellen dat, ja, ook dat is weer een beetje een cliché. Iedereen roept natuurlijk, nou, 2013, misschien wordt het een beter jaar. Ik ben blij dat het nu is gebeurd. Dan kunnen we mooi in 2013 er weer fris tegenaan. En wij zullen ook van alles ondernemen om de veiligheid te waarborgen voor ons personeel, voor mijn zwager, gewoon voor iedereen, ook voor de bezoekers hier. Als je nou je gevoel zou moeten samenvatten van de laatste, wat is het, 17, 18 uur, hoe zou je dat doen? Geschokt, geëmotioneerd, kapot. Ja, en dan zeg ik het mijn gevoel, maar ik weet zeker dat het gevoel van velen binnen de organisatie zo is. Binnen Jaco Vuurwerk is het bij velen dat geval. En toch ga je door? Ja. Tot bittere eind. We zullen strijden en we zullen winnen. Dat is hetgeen wat ik zeker weet. Hoe je het ook wint of keert. Dat is echt, ja, dat moet je gewoon doen. Heel mooi, dank je. Ja? Ja, super.